Vandaag ben ik te gast bij Dennis Deurlo, de schoenmaker van Brillig. Goedemorgen Dennis. Ja, goedemorgen. Nou, leuk dat jullie er zijn. Dankjewel. Ondernemersprijs 2019 heb je gewonnen. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ik ben er ook heel erg blij mee. En ook alle reacties van de mensen, zeg maar. Hoe krijg je zo die ondernemersprijs? Hoe kom je daarvoor in aanmerking? Uh, je komt ervoor in aanmerking dat uh, mensen die moeten jou moeten uh, nomineren. Dat staat op een gegeven moment staat dat in de krant. En uh, uh, dan ga je naar de pagina toe, en dan staat er een hele vragenlijst uh, die je in moet vullen. En dan be bepalen de mensen wie er genomineerd gaat worden. Gaat dat mijn punt ook uh, in zo'n uh. lijst? Uh, het gaat uh, in mijn beleving met uh, punten, maar ook de jury die komt uh, langs, dat je aan bepaalde criteria moet uh, voldoen. En de publiekstemmen die tellen voor 25 procent, uh, tellen die mee. Dan ben je goed geëindigd in ieder geval. Ik, uh, ik heb het waarschijnlijk uh, gewonnen op mijn publiekstemmen, want ik heb er echt heel veel gehad. Nou, er is een golf op je afgekomen hè, de laatste dagen. Ja, het is Ongelooflijk. Alle lieve, leuke reacties van de, van de klanten. Ik heb gewoon uh, kramp in mijn kaken van het praten, zeg maar. Maar ook gewoon de cadeautjes, uh, bloemen, flessen wijn. Uh, nou ja, noem het maar op. En vooral, zeg maar, de waardering. En dat vind ik echt het allerleukste van al mijn klanten, die het me ook echt gunnen. En ja, noem het maar op. Ik, vind, ik ben echt een tevreden mens. Ja, hier heerst nog steeds vakmanschap is meesterschap volgens mij. Je hebt zelfs een heel mooie schort nog aan? Ja, ja mijn, eerste, mijn eerste schort. Ik bedoel, is 30 jaar oud. Dus uh, ik draag het bijna elke dag. Dus, uh, ja, en het gaat hier ook niet het pand uit. Ja, als ik eruit ga, dan gaat het mee. En voor de rest blijft het altijd hier. Dennis, hoe ben je zo schoenmaker geworden? Uh, ik ben toen ik, uh, ik meen een jaar of 13, 14 was een paar schoenen weg gaan brengen bij de schoenmaker bij ons op de hoek. En ik ben eigenlijk blijven plakken. En uh, ja, ik uh, kan ook gewoon niks anders dan alleen maar uh, ja, een beetje slap houden en uh, schoenen maken. Is die opleiding dan nog steeds Dennis? Want de fietsenmaker tegenwoordig kan haast geen personeel krijgen. Hoe zit het met jullie vak? Uh, bij ons is de opleiding er ook wel, maar de aanwas is uh, heel erg uh, klein. En dat is op zich wel jammer, want het is een heel mooi, uh, heel mooi vak. Alleen ja, uh, ook vakmensen in de schoenmakerij zijn uh, heel slecht te krijgen. Dus uh, je moet eigenlijk stage komen lopen bij jou en dan verliefd het vak leren denk ik? Uh, dat zou kunnen, maar meestal lopen met stagiairs, als ze wat langer bij je werken, dan uh, gaan ze weg. Dus uh, ja, je hoort van heel uh, veel mensen dat je iemand opleidt en dan gaan ze naar de hand voor, hun, uh, voor zichzelf uh, beginnen. Ja, en dat is dan wel eens jammer, maar er zijn echt heel veel schoenmakers tekort. Dus uh, voor mij is het nog een kans als ik ooit een ander beroep wil gaan uitoefenen, Dennis. Uh, ja hoor, je mag bij mij uh, komen, uh, komen leren. Ik vind, het, het lijkt me op zich wel leuk om met iemand uh, te leren, zeg maar, mijn kennis over te dragen aan een ander hartstikke leuk en wat wat doe je allemaal in de winkel ja schoenen maken maar doe je daarnaast ook nog andere dingen uh, ja nou ja, ik doe alleen uh, niet alleen uh, schoenen maar ook uh, tassen of uh, rijlaarzen uh, ja alles wat ik kan maken en onder mijn machine kan krijgen dat uh, dat repareer ik en waar ik ook uh, uh, heel veel in doe is uh, met sleutels en uh, en sloten dat is ook uh, uh, iets wat ik uh, wat ik erbij doe en wat ook heel goed loopt ja en je hobby's dennis wat zijn? Heb je nog hobby's? Heb je er tijd voor? Uh, ik heb er weinig tijd voor, maar ik probeer af en toe een beetje hard te lopen en een beetje op mijn motor weg te gaan. Oudere motors of die jonge dingen? Uh, nou ja, een beetje die snelle dingen, zeg maar. Toch wel een beetje je uitlaat schoonbranden, zeg maar. Oké, okay, je gaat s'avonds laat op pad door de okay. regio? Nou, niet s'avonds laat, maar gewoon als ik tijd heb, of op zondag of op een zomerse avond, dan wil ik wel even weer opstappen, ja. Dus dat, daar hou ik wel van. Dus uh, als u uh, geluid hoort, omgeving 3. Dennis komt eraan. Uh, het zou best kunnen, want hij maakt best wel wat uh, lawaai, zeg maar.